Welkom iedereen van TSG en nu ook ShineSprite. Hi. Ja, dat is een beetje dezelfde video op, op zowel TSG's kanaal als ShineSprite's kanaal. Ja, meneer Milan vindt het altijd zo leuk om zijn shinies in zijn templates te hebben. Dus ik denk van weet je wat, voor recorden <laughs> mooi twee aparte video's. Heeft hij zijn shiny video, ja. en heb ik een normale video. <laughs> een beetje dus eigen steak. Ja, precies. Nee, ik, we hebben al een korte regelvideo gemaakt hierover. En ik ben ook een beetje kort over de teams gegaan. Maar ja, ik vond het wel een leuk idee om met Milan even lekker te zitten over de teams zelf. Wat we een beetje van vinden. En een beetje slappelen erover. Ja, precies. Dat vind ik ook. Het is wel gewoon een beetje leuk als een soort van... Nou, het is niet echt een trailer, maar zo werkt het wel een beetje. Zeg maar. Mensen kunnen zich er nu een beetje op verheugen als ze willen. We dus. kunnen een beetje indelen van... Oh ja, het is die Pokémon. Oh, die Pokémon doet dat en dat. Ah ja, ah, dat kan dus misschien te, dat, dat ik dan, dan verwacht. Ja. Of, oh, dat is compleet iets anders dan wat ik had verwacht. Dat je bijvoorbeeld mm -hmm. uh, physical espion runt, bij wijze van... Ja, precies. Oké, okay, ja, ik snap wat je bedoelt, ik snap wat je bedoelt. Dus ik denk, Milan, dat wij beginnen met jouw team. Oké, okay, nou, dat lijkt me een goed idee. Ik had een wheel pick, waardoor uh, ik dacht eerst van, ik zit echt op een kutplaats. Maar uiteindelijk viel ik mee, want ik was als vierde, toch? Ik was als laatst. Je was als laatste yeah. dat bedoelt Milan als wielpik. Omdat we met z'n vieren zijn, Degene die als eerste en als vierde zijn, mogen eigenlijk twee achter elkaar doen. Omdat je door snake format bij 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4. Ja, dat dus. Ja, en ik was dus nummer 4. Dus ik dacht eerst van oh, dat is kut. Alleen aangezien je maar met vier personen bent, heb je eigenlijk niet zo heel snel dat er één gesniped wordt. Ik weet niet. Had iemand er last van dat er eentje gesniped werd? Eh. Uh. Volgens mij had Sander eentje gesniped van. Paddy. Ah, oké. Okay. Waarom okay. me niet met welke? Ik had in ieder geval nergens last van. Ehm. Um... Ik had wel één Pokémon waar ik achteraf meer research misschien voor had kunnen doen... ...dan had ik die nooit gekozen. Maar verder uh, ben ik best wel blij met mijn team. Ik heb Blaziken, dat is mijn Voor ...die dat sommigen misschien wel weten. Uh, ben ik gewoon heel erg blij mee dat ik die kan gebruiken. Uh, voor de mensen die het niet weten, zeker op Jordi's kanaal... ...ik ben niet zo heel goed in competitive Pokémon. Dus ik heb gewoon een beetje opgezocht wat is goed voor Blaziken. Ik heb gewoon eerst Pokémon's gekozen waarvan ik dacht van dat zijn leuke Pokémon's. Um, en, dan heb ik gewoon, en dan gebruik ik die Pokémon gewoon. Uh, uh, omdat ik ze leuk vind, dan kijk ik later wel waar ze goed mee zijn, zeg maar. En Blaziken is natuurlijk goed, die heeft nu Speed Boost, dat is best wel makkelijk aan te komen tegenwoordig in de game, dus dat vond ik juist wel ja een mooie kans om die te gebruiken. Uh, Alolan Ninetales is een van mijn favoriete, wordt uh, uh, het Pokémons ook, uh, met natuurlijk die uh, Aurora Veil vale, uh, Light Clay uh, combinatie. Het enige probleem is dat je dus Eigenlijk free for all speelt, maar je speelt wel 2 tegen 2 in de battle. Waardoor als jij. je helpt je teammate mee. Ja, je helpt je teammate mee, Wat op zich niet erg is, alleen als hij jou dan. fuckt zeg maar. Dan ben je alsnog genaaid. Dus dat is, het is een tricky play om te doen. Misschien dat ik hem een keer nee, ga doen. Nee, maar... maar voor de over veel sterren, sterren, sterren. Ja, Man, ik heb een oorlog. <laughs> ja, ja, precies. Snap je? Dus, ja, uh, precies. Maar in ieder geval, uh, ik ga hem denk ik wel een keer gebruiken in die battles. Uh, verder ja. heb ik nog uh, Toxtricity. Een van de vetste uh, additions van uh, Generatie 8. Um, en uh, dat is ja gewoon een vette Pokémon die ik gewoon wou gebruiken. Uh, ook Espion. Ik dacht van het moet eigenlijk een Psychic Pokémon hebben. En toen zag ik Espion volgens mij best wel. Uh, Weinig kosten. Want je moet punten gebruiken om dingen te mogen kiezen, zeg maar. Uh, voor de mensen die dat niet weten. En Espion, die was over. Dus die, uh, dat vond ik wel een leuke Pokémon om een keer te gebruiken. Uh, de City is is uh, vette starter, vind ik. Grappige type. Gras Ghost. Uh, terwijl die vleugels heeft, maar toch gewoon een vette Pokémon. Ik kan ja, hij gaat van Crash Flying naar Crash Ghost. Ja. Dan, dus. ja. Uh, en hij heeft natuurlijk gewoon die Arrow. Ik vind het altijd vet. Ik ben, ik ben niet zo heel erg. Uh, Bijvoorbeeld League of Legends spelen. Maar daar heb je ook zo eentje met zo'n arrow. En dat vind ik wel altijd de vetste karakter, zeg maar, die archers. Nee. Um, klinklang. Waarvan jij dacht dat ik die misschien niet zou gebruiken, maar ik vind klinklang best wel. J jij zei al van: er is eentje die ik niet ga gebruiken. Oké, okay, dat was geen klinklang nee. dat je vaak uh, gebruikt. Ja, nee, maar klinklang is best uh, uiteindelijk best wel oké okay Pokémon. Als je een beetje research doet, zeg maar, uh, wil ik wel een keer gaan gebruiken. Ik vind hem vetter dan ik dacht. Ik dacht eerst van, wat klinkling is echt, buh, maar het valt best wel mee. Ik uh, moet altijd denken aan klinkling Wel, uh, één ding in een een paar jaar geleden, hadden een hadden had een groepje mensen een klinkkling analyse gedaan en zeiden yeah. zei twee dingen. Ja, hij kan twee dingen heel goed. Hij kan geerkrainen en hij kan dood zijn. Ja. <laughs> en die dingen blijven altijd bij jou onthouden. Mm -hmm. Dat is ook wel geinig, dus uh, voor wat keer dus. Ja, die zit er zeker op. <laughs> mm -hmm. uh, verder heb ik Guslord. Dat is een van de lelijkste Ultra Beasts die er is. Maar ik dacht, ik heb die type nodig. We gaan voor Guslord. Achteraf ben ik hartstikke blij mee, want uh, het was ook heel grappig hoe dat gebeurde. Wij gingen uh, Guslord zoeken. We deden één, uh, één uh, Dynamax Adventure. Meteen Guslord. Weet je dat nog? Ja, dat is fucking heftig. Nog. En uiteindelijk heb ik hem shiny. Dat is de enige shiny in mijn team. Maar het is wel gewoon vet om te gebruiken. Dus uh, daar ben ik in ieder geval heel erg blij mee. Uh, Kingler is nog een Pokémon. Uh, waar ik nog een sterke versie van had. Dus die was met brieten wat makkelijker. Uh, en dan hebben we nog Archops. Ja, daar heb ik gewoon niet heel, heel veel moeite in gestoken. Omdat het de Pokémon is die ik hoogstwaarschijnlijk toch niet ga gebruiken. Nee, als ik ja. een beetje kijk naar jouw team. Ik zag wel, dit is niet heel veel competitor-based, maar jij bent een van de weinigen die de draft course, zoals ik ze maar even noem, hanteer. Met je hebt je Firewater Grass, je hebt je Ferry Dragon Steel, je hebt een sterke Flying-type. En ja het enige nadeel is, uh, toxicity is niet heel snel, want als je ook nog een snelle uh, Electric-type gehad. dan heb je eigenlijk alle bases gecoverd. Ja, oké. Okay, ja Ik heb dus daar helemaal geen verstand van. Vanuit, vanuit <laughs> een hele simpele draft heb jij... Alle checklist bijna ingevuld, mm -hmm. maar ja, dus ook FV, dus de hele stijl is ook anders. Ja, ja, ik moet, ik dus, weet echt ga niet wat ik ervan eens, moet. Goed weg in die koers. Ja, precies. Ja, ik heb echt geen idee wat ik moet verwachten. Ik heb dit stijl ook nog nooit gespeeld gezien, zeg maar. Dus uh, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Het gaat mij gewoon vooral om de fun en dat is het belangrijkste. Nee, precies. En dan wil ik niet niet uh, koppen in slaan aan het eind van de rit. <laughs> nee, precies. Nee, dan... nee, maar als ik gewoon even. Uh, nou, nu doe ik even een hele objectieve analyse op het team zelf. Mm -hmm. Omdat, ja, daarvoor vroeg Milan me wel. Eigenlijk het mooie aan Milans team is: het hit allemaal hard. Je hebt Leeskin wat hard kan hit op physical en special. Je hebt Alolan Ninetales die voornamelijk special, maar ook met support goed kan werken. Ja, Toxtricity, hoe moet ik het hebben over overdrive? Dat doet gewoon flinke damage. Mm -hmm. Spullen zijn een goede utility en support, met Magic Bounce, ook Synchronize, maar kan ook flinke damage doen. Ja, de CGI, die zegt zelf, Arrow, nou schiet hij zijn Arrow, doet aardig wel wat damage. Enklang mm -hmm. kan een mooie setup doen en kan ook redelijk wat damage doen met Geekrind, bijvoorbeeld, maar met Shift keer en combinatie met andere moves. Physical en Specials bijna mogelijk. Guslords! Ja, ik heb Gusto ook een keer voor Ham gedreven, maar daar is hij nooit echt goed geweest. Mm. Hij kan goed zijn, want hij is Dark Dragon. Dus hij kan aan heel veel kanten hard hitten. En de vraag is: kan je ermee hitten voordat hij dood is? Ja, dat is precies. Heel snel. Nee, maar dat is wel het voordeel dat je iedereen kan gaan hitten, zeg maar. Dus dat je Deze. ook wel eens gewoon overgeslagen kan worden. Dus misschien dat je daar een beetje op moet vertrouwen dan. Ja, nou, Cookie ben ik altijd een fan van. Alleen gebruik ik ja. nooit Cookie. <laughs> Mijn heet ook cookie, weet je dat? <laughs> ja, want Kingler is ook cookie, cookie. Ja. Yeah, yeah. En Algeops? Ja, volgens mij doet je met Algeops maar een paar dingen. Je doet U-turn, je doet Bird, zit je op de helft van nee, Top. is maar, je. Maar, maar en dan is hij slecht, ja. En zeker als je maar drie dus... mon's hebt per battle, is dat niet ideaal. Nee, precies. Maar kijk, het mooiste daarvan wel is: is als bij wijze van spreken iemand een sterke mond op het veld heeft, die sword stance heeft, dan focus je op die. Dan focus je niet op de Algeops die op 50% zit. Nee, precies. Dus... Weet, maar als ik gewoon kijk, goed gebalanceerd team, wat nou, jij allemaal hebt getreft. Fijn, fijn. Dan zie je wel dat je dat je een paar keer hebt gedaan. Ja, ik kijk vooral. Ik ben heel erg uh, bezig met types, zeg maar. Van, ik wil zo'n beetje alle types wel hebben. In ieder geval dat ik altijd iets van een. Uh, uh, natuurlijk kan je maar drie Pokémon kiezen, maar dat je in ieder geval tegen alle types wat kan doen, zeg maar. Zeker als ik nee, er één precies. battle heb gedaan waarvan je denkt van oh, die mon is heel moeilijk. Dan kan ik voor de volgende een goede mon kiezen die goed is tegen die mon die zo goed is. Als je een beetje snapt wat ik bedoel. <laughs> nee, ik snap wat je bedoelt. Nou, dan denk ik dat we naar het volgende team gaan. Wat de Golden Rod Grambles is, mijn team. Ja. Oké, okay, ik heb uh, die voor Urshifu Single Strike. Je hebt Poudon, Celestila, Stoutland, Gorgheist, Quagsire, Heliolisk, Redigan. In Galerian Rapidash. Nou. Eerst wat je ziet, geen fire type Eerder wat je ziet, geen Grass-type. Eerder wat je ziet, ik heb wel een Dragon, maar ja. Dragon, drukken, dragon. Ja, ik wou, ik, wou uh, daar, ik wou daar inderdaad wat over zeggen, over die Dragon. Ik vond het wel vet dat je die had gedraft, zeg maar. Omdat het een Pokémon is waar ik niet zo snel aan zou denken, maar ik vind het wel op zich een vette Pokémon. Uh, geinig genoeg, drukken. Dit is al de tweede keer dat ik Dragon draft. De tweede seizoen van de. In heb ik ook Druddigan gebruikt. Oh. Dus ik heb wel wat ervaring met Druddigan. En ja, laat ik het zo zeggen. Wat als het goed was aan Milas team, zit echt hier niet in. <laughs> ik heel eerlijk in. Nee, ik had echt een compleet andere gedachten toen ik dit ging draften. Ik had drie strategieën in mijn kop. Eén, ik word sowieso Zand. Dus Stoutland. Ik word de En ik word de Heliolisk. Ja. Yeah. Dan kan ik Zand draften... Ik wilde een anti-fire team. Dus ik heb daarvoor Gorgeist, ik heb daarvoor Heroes, ik heb daarvoor Cel Celestila. En Quaxai is nog ook of niet. Ja, Quaxai kan ik dan één wisselen voor een van de drie. Mm -hmm. En ik wilde een anti-physical team. En dat is dus Stulem, dat is Drudigan, en dat is dan afmaken met Urshifu. Dus ik focuste me meer niet op het team zelf, maar op welke combinatie van drie Pokémon kan ik maken met elkaar want ja, okay. als je kijkt naar mijn team wat valt je direct op dat uh, je dat merkt uh, oh ik weet het ik weet het, het is allemaal best wel bulky of niet precies aha, ik, goed, ik, ben, echt, ik, ik ben echt trots op mezelf dat ik dat goed had <laughs> ja, wat ik aan uh, bulky hier heb is, ik heb in powder die is bulky quackside die is bulky en goregeist kan ik snel maken, maar kan ik ook bulky maken en mm -hmm. dredigan kan antivisical zijn met rough skin nou ja, Celestila, dat hoef ik niet te vertellen. <laughs> daar breekt zowat niemand doorheen. Als je Rain Dance op hebt. Mm -hmm. ja, en waarom zou je Electric Type Moves doen als je. Dezelfde persoon een heeft en een Quacksire. Ja, precies. Oh, daar, daar, daar komt de Joltune. Oké, okay, Hip Poudon. Dat was een beetje mijn teamnacht. En mijn enige heavy hitters in dit team zijn Urshifu. En zijn Galarian Rapidash. Ja, en ik kan Stoulunt eigenlijk maken zoals ik zou willen, ik kan hem Centrush maken. De zand, dus dat ze speed omhoog gaat. Ik kan hem antifysical maken met Intimidate. En was nog iets, maar volgens mij is dat geen goede ability. Nou ja, hoeveel ervaring heb je met Goregeist? Uh, ik heb zelf uh, zover ervaring dat ik hem heb. <laughs> en ik heb hem shiny. En dat nou, ik het een hele vette Pokémon vind, dat vooral. Maar verder heb ik niet ja, zoveel ik, ervaring met Goregeist. Uh, ik denk dat Paddy wel kan beamen. Goregeist. Kan je dingen van verwachten, en zit je wel van. Oh, leert hij die? ja ah, is het zo mooi. Stendig aan Aha, oké. Okay. En voor de rest, de enige reden waarom ik nog Galerie en Rapidice haalde is. Ik had niet zoveel punten meer. En ik was echt wel op zoek naar een ferry type die ik nog kon scoren. Nou. Ja, ik zat oorspronkelijk een beetje meer te kijken richting de hogere getallen. Dus misschien een Tapu -fini of een Tapu Lele. Maar daar had ik, het, had ik het geld gewoon niet meer voor. Nee, precies. Okay, ja de enige, okay. de, de enige heavy hitter die ik eigenlijk in mijn team heb is Urshifu. ja ik ben wel heel erg benieuwd naar die Urshifu. ik had dat ook helemaal niet bedacht om die überhaupt te treffen. toen jij die drefte dacht ik van ah, daar heb ik niet eens over nagedacht. Maar ik zat zo in van okay, ik kan wel weer een Feramosa halen of een, een Buswol. maar ik zat zo van weet je wat we hebben Urshifu, laten we gewoon Urshifu gebruiken. ja. Wat best wel vette pokémon te gebruiken. ik ben wel heel erg benieuwd daarna. ja ik ook, maar ik heb ook niet meer, veel meer ervaring ermee. Ja, zullen we doorgaan naar het volgende team? Ja, dat vind uh, ik prima. met het beste logo van de hele league. Ja, waardeloos. <laughs> oh, dat mag ik niet zeggen. Uh, heel vet. Nou, dat is niet te zeggen. <laughs> hey, uh, Sander heeft gedreft Oranguru, Ditto, Dunsparce, Togekis, Laurentis, Golurk, Stonejourner, Herakos en Doublet. Mag ik daar wat over zeggen? Hey, gang. Ik dacht echt, als ik naar dit team kijk, nog steeds van. What the fuck? Als ik alle vier de teams naast elkaar zou leggen, zou ik die als allerlaatste kiezen. De enige Pokémon waarvan ik... Één, er is maar één Pokémon van al die Pokémon's die ik zelf zou draften. Dat is misschien Heracross. Maar verder... Nou, vind ik het allemaal van die meh Pokémon zeg maar. Het ding is, het zijn geen meh-Pokémons. Wat uh, Sandri heeft gedraft, noem ik maar een gimmick-team. Ja. Yeah. En Oranguru heeft Instruct. Nou ja, je weet, hoe, weet je hoe Instruct werkt? Eh, uh, nee. Wat je met instruct kan doen is. Stel nou, jij zit naast. Uh, Sander. dus aan jouw kant. Mm -hmm. En jij doet bewijs van spreken met jouw. Blazekick. Mhm. Mm doet dan weer instruct op de Blaziken Dan doet Blaziken weer Blazekick op een van de mons. Oh. Maar, dat is alleen Blazekick. Stel nou, het is Surf of wat dan ook. Ja. En gang. Of het is een. Uh, ja, AoE-attack die Oranguru gewoon normaal kan hebben. Ja. Zo dus doe je dat met instruct. Oké, okay, oké. Okay. Dus Oranguru is echt een dubbel. Het Pokémon. Maar ja, hij is niet echt heel erg sterk uit zichzelf. Dus nee. Hij wordt niet heel vaak zelf gebruikt. Maar hij is best schijnbaar om te gebruiken. Ditto, imposter. Ja. Imposter Choice scarf Hij gang. Dus jij Jan Blazeken met Speed Boost. Mm -hmm. Nou, dit kopieert dat. Die heeft ook de plus 6 speed aan het einde van de rit, of plus 3 speed. Ja. Pushcarf, nou, en zijn Ditto Blaziken, Outspirit, aan jouw Blaziken. Dus daarvoor heb ah, je waarschijnlijk Ditto ah, gedreven. oké. Okay. Ja, dat werkt niet altijd goed, want je kan van tevoren wel kijken kijk, tegen wie moet ik. Mm -hmm. uh, als het singles is, is Ditto Imposter wel iets beter. Ja, precies. Want uh, hij mag niet zelf bepalen welke Pokémon nee. hij Impostert, toch? Nee, Imposter is degene die recht voor hem staat. Dus als je oh, even, okay. even uitgaat, je Dadelijk. hebt links onder, rechts onder, links boven, rechts boven. Dit doet links linksboven en dan kopieert hij degene van links onder. Ah, oh, oké. Okay. Goed om te Dus weten. Daarom zei ik ook van in singles is, heel, is dit wel best een goede MON als anti-setup ja, MON. Mm -hmm. Maar in FreeFrance, ik heb geen idee hoe dat gaat. Nou ja, Dunsparse en Togekis weet ik al wat hij gaat wel gebruiken. Dat is waarschijnlijk Serene Grace. Oké. Okay. Ah, Dunspars, Wie de fuck is de Dunspars? Ik zou zeggen, als ik geen punten heb en ik wil klooien, dan pak ik ook Dunspars. Ja, maar hij heeft ons als derde pick. <laughs> ja, klopt. Nee, Dunspars is best geinig om te gebruiken. Maar het ding is: je gebruikt hem voor Serene Grace en Glare. Oké. Okay. Dunspaars verhoogt de kans van secondary effects. Dus para paralysis, poison, die dingen. Per mm -hmm. Paralyzed Pokémon. En ja, wat je ook kan doen is Defense Scroll Rollout. Of dat zo'n goede ja, tactiek is, ik weet niet. Maar het kan, het, je kan het doen. Of hij kan Ancient Power doen. Yeah. Dus dat zijn Dunsparce uh, om, om die boosts krijgt. Oké. Okay. Ja. Togekiss. Ja, ja Togekiss is dan misschien nog een tweede Pokémon die ik misschien ook zou kiezen, zeg maar. Ja, en is dat wel een mooi Pokémon om te zien in het rest. Want het is, dat is of Race of dat is Bulk? Ja. En in, eens op een blauwe maandag is dat setup, dus nasty plot en dan uh, dingen neerhalen met Ash Slash. Rentis, weet je wat speciaal is aan Laurentis? Nee, ik weet dat die drop kick aan was, goed is toch, was is dat niet? Oh nee, dat, dat is, Serena. is Serena, dat is Serena, Oh, weet ik niet. Laurentis heeft Contrary. Okay. Dus dingen die je steeds naar beneden brengen, je nu je stats naar boven. Oké, okay, dus stel je doet uh, overheat, dan krijg je dus die stad omhoog in plaats van eraf. Ja, het is een beetje hetzelfde verhaal met een superior of een Melamar. Ja. Bijvoorbeeld. ja, ja, ja. Dus ze doen een move die naar beneden brengt en dan brengt naar boven. Je hebt wel meegedaan met drafts waar Franka meedeed, die mm -hmm. had altijd een yeah. Ja. Die spamde altijd liefstorm. Ja, dan gaat zijn special attack steeds omhoog. Ah oh, ja, oké. Okay, dat is best wel een goede ability dan. Ja, klopt. Anders kan ik, niet, kan, kan ik zelf begrijpen waarom hij een Laurentus meeneemt, terwijl Stelvorok eigenlijk geen rol speelt. Nee, precies. Bulurk. Cool Simpel, heavy hitter. Mhm. Mhm. Oké, oké. En een vist. Mappen met die flinke vuisten. Ja, Stonejourner. Chuckle. Dat is het. Het is gewoon chuckle. Omdat hij. Uh... Is... Waarom is het een chuckle? Kan klooien met stat. Ah, okay. dan zijn stat. Weer, dan zijn stat dan kan zijn defense stat wisselen naast attack stat ik kan zijn defense stat, naar zijn special defense stat gooien ah, okay. dingen. Aerocross, ja, dat kan je zelf vertellen. Ja, ik vind Heracross gewoon een vette Pokémon. En uh, verder, ja, weet je, ik volg helemaal geen competitive, dus ik heb geen idee wat mensen doen met een Heracross. maar Heracross heeft twee dingen. Heracross heeft Guts en Heracross heeft Moxie. Cuts, boost en attack. Wanneer hij een status ailment heeft. Dus flame orb, cuts. Misschien runnen. Mm -hmm. En moxie. Kult in Pokémon gaat zijn techset omhoog. Dat is, oh, dat, dat is dat Dat is wel goed, ja. Ja, het is een aardig, aardig sterk iets om te hebben. Als je tegen wat zwakkere teams gaat. Mm -hmm. Nadel is. De enige, enige minder bulky team ben jij. Ja. Ja, oké. Okay. Dus dan gaat hij elke keer tegen mij, zeg maar. Uh... Ja, toegeven. even kan ook zijn als jij aan dezelfde kant zit al aan als hem. Ja, ja, dan kan ik met Paddy uh, op zijn Heracross gaan focussen mm -hmm. en hem wipen. Dus ja. het is een beetje een balans zoeken van: oké, okay, help ik mijn teammate. Dat is een hele grote aanhalingstekens. <laughs> en of niet? Want als iedereen focust op één persoon, is de persoon die aan overblijft aan diezelfde kant, die wordt dan kapot gefocust. Ja, precies. Dan zou je er iets anders gebeurt. Oké, okay, oké. Okay. En Dublade, ja, uh, yeah, if you like Doeblade. Yeah. to Doe damage. Ja. Maar dat is waarschijnlijk ook een pick omdat hij niet zo heel veel punten meer had. Weet ik eerlijk zijn, ik weet niet hoeveel punten Dublade was. Volgens mij was Dublade... Uh, nee, was, du was inderdaad aardig goedkoop. Ja, Dublade is het goedkoopste tier. Ja, precies. Kijk, de, de, de duurste Pokémon die Sander draften was Tokukis. Ja, jij bent. Wacht. Wie is TOK ook alweer? Oh, de Odd Keystone. Uh, Paddy. Dat is Paddy. Ja, Paddy heeft gewoon. Daar komen we zo nog op hoor. Maar die heeft gewoon twee tier 1 Pokémons. Maar het is niet precies met welke balans je gaat zoeken. Mm -hmm. Want als je twee. De mensen die even vergeten zijn hoe we draften. Je hebt 500 punten. Oh. En tier 1 was 100 punten. Dus je bent tot 200 punten ben je kwijt. En dan moet je nog zeven mond yep. Ja. Dan kan je niet meer 7 keer 50 doen. Dus je moet al aardig toch in het stadium dan alweer hele goedkope mons halen. Yes. Ja, dat klopt. Ik denk dat de meeste van ons hebben of één. De meeste van ons hebben maar één Pokémon gedraft van Tier mm -hmm. 1. En de rest zaten een beetje aan het kloien beginnen. Ja, precies. Hm. Nou, we zijn, we, we zijn nu toch bij zijn team. Ja, nee, ik ook niet. Dan gaan we gewoon naar het laatste team. De De Keys. De Tokkies, ja. <laughs> dat is een nieuwe naam. De Tokkies. <laughs> Tokkies. Uh, PD heeft gedraft: Ferroforn, Type 0. Spiritum, want waarom ook niet? Biotic, Bronzong, Glegg in Corsola, McMordor McMordor en Altaria. Ja, dat klopt. Uh, aardig yeah. blauw. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Ja. Ja, inderdaad. Jij kan dat zien, want jij hebt het voor je, maar ik niet. Uh, dit, dit team scheelt twee dingen: een bulky. Mm -hmm. Heel traag. Ja, zeker. Maar ja, als je een uh, Pokémon hebt die. Uh, uh, hoe heet die aanval nou? Trick Room heeft, dan is hij opeens zo snel. En daar zal hij waarschijnlijk ook wel voor gaan. Uh, ga dan maar even pukken naar Steam. Het hoeft niet per se. Het heeft ook iets als een Altaria, wat bijvoorbeeld Dragon Dance kan hebben. En het heeft ook iets als een Type 0, wat mij 80 on all, on all stats heeft. Ja, 80 is te snel voor Trick Room. Uh, dus het kan ook zo zijn dat hij dingen gaat, dingen gaat runnen zonder Trick Room. En je kan ook dingen hebben, zoals payback of andere dingen, waardoor het beter, beter is, is dat is. je als tweede bent. Ja, oké. Okay, ja. Yeah. Ja, het enige een paar dingen die ik al zie in Paddy's team... Mm ...heeft -hmm. twee watertypes. Wel, de meeste van ons... walrijn en Malotic, ja. Of we hebben er geen, of we hebben er één. En ik heeft wel twee van, naar mijn mening, beste boekiewatertypes watertypes die er zijn. Mm -hmm. Ja, dat klopt, dat klopt. Want jij hebt nog horen verhalen van mijn Malotic, of niet? Nou, ik heb dat verdrongen, denk ik. <laughs> ah, ja. Maar Milotic is wel... Ik vind Milotic is ook een... Hij, uh, Paddy heeft echt een team van Pokémon's... waarvan er heel veel zijn die ik ook zou kunnen draften, zeg maar. Uh, Ferrothorn vind ik een vette Pokémon. Spiritomb, Milotic, Bronzong, Walrein vind ik allemaal Pokémon's... die zou ik zou bij mij ook wel in mijn hoofd door schieten, zeg maar. Ja, op zich... Ja, wat wij zeggen op zich zijn team is redelijk fire Terwijl vanuit zijn Ferrothorn zoals een bronzong vanuit ja, Type 0 is niet per se fire week, maar kan ook geen goede fire steken. Ja, en Spiritum is wel een beetje bulky, maar die kan ook geen Fire firehits steken. Dus de enige twee de enige reden waarom hij dus twee fire types heeft is dus wall, twee water types heeft is Walrain en Milotic. Daarom mm -hmm. heeft hij de water types. Ja, maar ja, je kan dan met drie Pokémon per Battle kiezen, dus ja, moet hij maar net uh, eentje meenemen. Uh, ga er wel vanuit dat hij altijd eentje meeneemt, tenzij hij zijn Altaria meeneemt als Blaziken Counter. Ja, precies. Dat, dat, dat is een beetje het ding van zijn team. Zijn team is heel erg bulky, mm -hmm. maar er zit niet zo heel veel synergy, synergy in zijn uh, bulk. Oké. Okay. Als je puur kijkt naar zijn team Ferrothorn en Milotic oké, okay, op zich goed idee. Plane. kijk, het ding is nu wel, je hebt nu geen hidden power meer. Dus nee, een, een sterke physical electric type met hidden power fire kan je niet meer gebruiken. Dus vanuit die op zich is het op zich wel een goed team. Mm -hmm. Zo, je hebt zoveel geluk de hidden power die meer in de game zit. Het <laughs> maakt het voor ook rest... wel wat leuker, vind ik. Ja, alleen jammer genoeg moet je altijd weer dingen uit de hoge hoed toveren van... ...oké, okay, welke moves heb ik dan nog wel? Ja, precies. Ja, daar had ik ook wel last van, ja. Want uh, ik had... Uh, ik zocht op Smogon op van... ...dat is een goede... Uh, pool voor sommige Pokémon's. En dan uh, kreeg ik allemaal moves... ...die gewoon helemaal niet meer in de game zitten. Nee, eh, precies. En dat is zo jammer. Ik vind het nog steeds jammer dat Toxic niet meer in zit. Ja. Dan moet, dan moet je kapot breeden. Kijk. Joepie. Heel leuk. Maar ja, even gewoon een hele objectieve analyse naast zijn team. En heavy hitters, ja, ik wil bijna zeggen heavy hitter, is McMoorder. Ja, dat wou ik ook zeggen. Ja. Want Altaria kan heel hard mappen. Die heeft Recondense nodig. Ja, dus dat duurt even voordat het, voordat het gaat. f 0, ook heel hard mappen. Maar die heeft ook setup nodig. Of moet, daar moet je een choice punt op flikkeren. Ja, yeah. ik snap ook niet waarom. Ja, ik snap het. Waarschijnlijk heeft het ook met punten te maken. Maar waarom kiest hij zo snel voor Type 0 als je ook voor Salvalek kan kiezen? Of gaat het toch echt puur voor de EVO Light? Uh, ik denk voor de EVO Light. Ik denk over go de punten. Ja, aangezien het een van zijn eerste picks is, zeg maar. En Type 0 was oh nee, Type 0 was dan denk ik geen. Uh... Nee, Type 0 was geen tier 1 uh, pick. Nee, Type 0 is Tier 4 en Type yeah. Sylvalley was Tier 2. Oh. Ja, we hebben al gezegd, uh, hij had al redelijk diep in zijn gekeken voor Tier 1. Ja, precies. En als hij alles had afgemaakt uit Tier 2, dus als hij ook nog Sylvalley had gehad, mm -hmm. en had hij, dan had je geen geld meer gehad en had je alleen nog maar mindere mons moeten Ja, maar gaan. hoe heet en dat ja, omdat hij type 0 als tweede draft, zeg maar. Snap je? Terwijl hij in de, ja. in de in tier 4 zit. Dat vind ik best gevaarlijk. Als je bijvoorbeeld een Spiritum die hij echt wou, zeg maar. Uh, hoe heet het? Die had hij daardoor kunnen verliezen, zeg maar. Ja, die had flink gesnapt kunnen worden. Ja, ja, dat klopt. En voor de rest. Ja, ik heb ervaring met Miloot. Ik heb ervaring met Bronzong. Ik heb ervaring met, met Walwine in drafts. Mm -hmm. met Moordaar heb ik minder ervaring mee. Want vaak als je goede fire type. Wilde pak je starter? Ja. Of. Arkanein. Dus. Ja, ik weet niet zo heel veel van mijn moord eraf. Hij, de movepool is redelijk groot. De vraag is hoeveel is overgebleven van de, de Sword and Shield move deleting? Ja, precies. Ja, daar, heeft, daar hebben alle Pokémons een beetje last van. Eh, klopt, maar sommige meer dan anderen. Ja, dat is waar. Want hier is het ding Scald, zit er nog steeds in. Hou ja. je er opeens uit? Ja, dan zijn een paar monds, zijn gewoon minder goed geworden. Ja. Ja, nee, dat wel. En Verreton verre weten we als lied, ziet Jarbol. Succes. Ja, spannend. Ik heb ja, er wel zin in. Ah, nee, Het La, Laatste wat ik zie, maar dat zag ik ook een beetje bij het team van Sander. En echt, welke een team met Sander en team bij jou. Mm -hmm. Bij jou, nee, bij Paddy. Bij Sander en Paddy. Zijn alle twee aardig knockoff week? Oké. Okay. Goed om te weten. <laughs> ja, er zijn, er ja als je de op... evo lights eraf knock dan zijn ze echt genaaid, zeg maar. Ik ben ze genaaid, maar ze zijn heel snel een items kwijt. Dat mm -hmm. is het voornaamste. Kijk, uh, voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Ik heb volgens mij niks met knockoff. Dus voor mij is het sowieso al een. Afschuwing waar hun niks aan hebben, want ik heb het niet. Mm -hmm. We moeten even heel diep in mijn laadje kijken: van hey, Heb ik nog iets wat knock kan leren? Uh, voor de rest, wat kan er? Dit is, is ook voor mij nieuws, maar nee, Gore-Guys kan het niet leren. nee dus uh, Ik heb niks met knock dus voor mij maakt het niet zo heel veel meer uit. dat is even een ding waar ze op moeten letten, want steel types zijn nog steeds hun dark resist, zijn ze gewoon kwijt. Yep. Dus de mooie recovery van leftovers of Eviolite of zin maar iets. Mm -hmm. En ze gewoon kwijt. Want de Galarian Corsola run je maar met één ding, Eviolite. Oh, dat is ook nog eens een... Ja, what the fuck? Dat... Wauw. Ja, had ik nog niet eens gezien die uh, Galarian korsla. Waarom zou je Galarian Corsola kiezen? En ook weer als... Evil light. Ja, maar... Dat beest heeft zo veel recovery en is zo bulky. Oké. Okay. Ja, dat zijn allemaal dingen waar ik niet aan denk, omdat ik gewoon geen competitive speler ben, zeg maar. Er was ook een periode waarin Galer en Corsla voor mij ook in, in OU zat. En, Gler, en OU is de hoogste tier van Pokémons. Daar komen echt alleen maar dingen zoals Arcanine of. je ja. in voor. Of uh, hoe heet hij? Landerus? Die zal er vast ook wel in staan. Nou, ja, die zit ook een OU. Ja. Dus ja, kijk, na, na verloop van tijd verwachten mensen, hè, dus hij zit nu in PU of NU ergens te uh, verpieteren. Maar mm -hmm. was er periode, dus dan is hij, na, dan, hij naar OU gezet. Ja, oké. Okay. Na verloop van tijd is het eraf gehaald, omdat één simpele reden, mensen verwachten het, dus je kan het op zich kunnen counteren. Maar mm -hmm. ja, Klein Kosta was voor een periode best sterk. Oké, okay. oké, okay. wist ik niet, wist ik niet. Sorry, nou, ik. Om even nog een beetje een spelformulier uh, van te maken. Welke jij op nummer 4? Mezelf. Zwaar man, ik, ik, ik ja. stop mezelf, stond ook op nummer 4. Wat? Mm. Okay. Nee, om één hele simpele reden: uh -huh. als ik Oostjevo kwijt ben, is ik niet meer hard. Nee, oké, okay, maar ja, daar, dat, dat is het voordeel dat het, vier, of dat het uh, free for all is, zeg maar. Dat het niet per se van jou hoeft te komen. Nee, precies. Je moet gewoon even... het langst overleven en zorgen dat degene die als laatste overblijft tegen je gewoon nog heel weinig HP heeft. <laughs> precies, dat is ook de tactiek. Maar even puur vanuit het team zelf, dus onafhankelijk van wat anderen doen, dat mm -hmm. ik mezelf op vier. Okay. Want als ik Urshifu kwijt ben, ik kan nog wel wat damage doen met Stoutland, ik kan nog wat damage doen met Idealisk, met Druddigun, et cetera. Ik heb niks met een stat boven, de met boven 100 of ja, 100 attack of special attack. Oké. Okay. Ze zetten zet allemaal net tegenaan, dus het doet geen damage. Ik kan op zich op heel veel dingen hard hitten, maar niet hard genoeg om iets te one-shotten, bij wijze van. Nee, precies. Okay, op nummer drie. Uh, Regirect. Ik uh, vind het een interessant team, dat wel. Ik zei al, oh, het is een gimmick-team. Mm -hmm. Gimmicks kunnen werken, kunnen ook niet werken. Open deur, ik weet het, maar. Ja, maar weet ik je, ja, ik, ik, ik denk dat gimmicks tegen mij zouden werken, maar aangezien jij en Paddy best wel goed zijn in die games, zeg maar. Daar kan, als, daar kan het alsnog werken, maar het is okay. afhankelijk van hoe hij, in, hoe hij het speelt. Want. Dit is weer een kwestie van free, vooral als hij bijvoorbeeld met Laurentis twee of drie superpowers op kan zetten en hij is plus drie attack, plus drie special defense, uh -huh. normale defense bedoel ik. Uh -huh. Ja, uh, dan weet ik, dan weet jij, dan weet Paddy, die Laurentis moet dood. Uh -huh. En dan gaat iedereen op die Laurentis. Precies, en dat is een beetje het ding van gimmicks. Gimmicks kunnen wel werken 1v1, maar in een multi-battle zoals hier, ik weet niet hoe goed gimmicks uh, gaan worden. Nee, oké. Okay. Maar jij hebt hem uh, ook op nummer 3 dan? Ook op nummer 3. Ja. Oké. Okay. Op nummer 2 uh, uh, ben, ben jij al klaar voor nummer 2? Ik ben klaar voor nummer 2. Oké. Okay. Op uh, nummer 2 uh, kies ik jou. Oké, okay, nummer 2 kies ik jou. Oké. Okay. Nou, dan hebben we allebei peri-op nummer 1. <laughs> Ik ben meneer. Uh, we ontvangen graag onze commissie. Uh, op bankrekening over een week. Ja, want niema uh, nee. iedereen, iedereen, uh, we niemand weet dat uh, Paddy ons heeft betaald om dit te zeggen. Uh, <laughs> uh, precies, de deze video wordt ook gesponsord door Paddy. Um, de reden waarom ik uh, Milan op nummer 2 stop is: is een glas scannen. Hij hit hard. Kan, uh, uh, Milan kan zelf niet zo heel veel hits steken, uh -huh. maar je kan ze wel uitdelen. Ja, en misschien omdat het uh, met z'n vieren voor, voor jezelf is, zeg maar. Dat ik daar juist voordeel uit haal. Omdat dan misschien niet elke beurt mijn Pokémon wordt gehit. Nee, want die weten van, oh, toxicity Oké, okay, ik kan wel Earthquake doen, maar dan gaat hij sowieso dood. Weet je wat, ik Fox eerst op een andere en daarna kan ik Earthquake. Ja. Ik denk dat dat een beetje in een, een idee gaat worden van bepaalde keuzes. Mm -hmm. Ze weten toch wel van, oh ja. Oh, maar ja, King, Kingler, ja, Kingler, is niet snel. Doe misschien wat damage, moet ik misschien wat voor oppassen. Maar die kill ik zo met de Thunderbolt. <laughs> ja. De volgende beurt wel. Die, uh, die, de Lorentz plus drie attack plus drie defense, Ja, die is even iets belangrijker nu. Die killen we nu. Ja. En dat is denk ik denk dat voornamelijk het ding is voor jou dat er geen. Dit uh, is wel hard, maar dat zijn niet direct bedreigingen. Nee, precies. Ik, ik ben erg benieuwd. Ik heb er nu, wel, nu we dit hebben gedaan, heb ik er wel weer meer zin in, zeg maar. Hmm. Wil je nog een reden geven waarom je Patty op nummer 1 zet? Of waarom ik op nummer 2 sta op jouw lijst? Um, omdat jullie zijn allebei heel goed in deze game. En jullie zijn allebei goed in competitive. Uh, en aangezien je jezelf op nummer 4 zet, heb ik zo'n gevoel dat je er niet 100% vertrouwen in hebt dat je wint. Uh, dus ik dacht van, nou, weet je wat, als ik dan toch een keuze moet maken, dan baseer ik mijn keuze daarop. Fair enough. <laughs> en iedereen waarom ik uh, Penny aan bovenaan staan, hij heeft heel veel monds die ik zelf zou driften. Mm -hmm. Met een paar monds die ik niet zo, zo lang zal leven, nooit zou driften. Um, ja, ik heb veel vertrouwen in sommige monds, want Mylotic blijft 20 beurten, blijft hij gewoon recover spammen. Mm -hmm. Orion, oh, heel benieuwd of je Sharecode gaat runnen. Heel benieuwd. Uh, ja, voor de rest, ik weet wat Type 0 kan doen. Ik weet wat Spiritum kan doen. Wat voor mij het enige uh, een beetje een twijfelgeval is, is een Mac Murder. Ja. ja. Dus we... Freddy, ik verwacht van jou zeker een Heatproof Bronzong. Eén keer. Spannend, spannend. Dus mensen, dat was een beetje de hele breakdown van alle teams. Ja. in de comments neer wat jullie verwachten. En we zien jullie bij de Battles. Yes. Doei.